hebben we toch iets heel gaafs. Via Facebook hebben we een aanmelding gekregen voor de Kooikeef, voor een nieuw lid. Nou ja, dan gaan we niet alle leden zomaar thuis bezoeken. Maar hier maken we toch wel een uitzondering voor. We hebben notabene de nachtcommissaris van Brabant, René Schuurmans. Dus ja, we mochten komen. Dus daar gaan we even naartoe. Kijk, hij is hier al. Hé René. Mag ik een hand geven? Nee, we mogen geen hand geven. We mogen geen hand geven. Maar mooi dat je, ja, mooi dat je tijd kon maken, man. Nou, dat leuk. Leuk dat je zelf mee. Stefan woont dichterbij, maar ik kom uit, veel mensen denken Rotterdam. Dan komt er echt uit Feyenoord. Uit Feyenoord, met een Rotterdamse accent. Ja, doe eens mogelijk, hè. Rotterdamse Brabant. Want het duurt maar even. Ja. Ja, gave vijver, René. Ja, mooi hoor. Ja, maar waarom wilde je bij de Kooikeef komen, joh? Ja, dat lijkt me wel interessant. Dus als je een hobby hebt, wil je een hobby met mensen delen. Hè? Want ja. Als je een hobby hebt waar je alleen zelf van kan genieten, is het natuurlijk leuk om met mensen te delen. En, ik wou eigenlijk lid worden van de damesvoetbalclub. Maar dat ging maar niet door. Die wou me niet. Die wilde niet. Ja, misschien als trainer. Ja. Maar daar heb ik te weinig verstand van voetbal voor. Okay. Ik ga trouwens echt hierop staan, want we staan een beetje op zelf. Ja, dus toen toch maar, toen toch maar van de Kooikeef. Ja. Nou, mooi. Dus. Nou, echt leuke vissen. Ik heb trouwens nog wel een primeur. Ik bedoel, als we dan toch bezig zijn. We gaan, je krijgt een mooi shirt. Krijg ik die? Die krijg je. Maar hij dit zal is... wel te groot zijn, denk ik. Nou, we hebben hem zelf nog kleiner en je ziet, ze zijn ook heel groot. Dus dat is ook wel fijn. Maar dit is een chapter shirt. Dus dan kan je, als we nou bij een evenement zijn, een barbecue of wat dan ook, dan kunnen mensen in één keer zien. Hey, die is van Brabant, die is van Friesland, die is van Groningen. Ja. Dus ja. En van Satudara. Mooi, mooi, hè? Prachtig shirt. Wie heeft hem ontworpen? Jij? Hey, daar staat hij. Achter de camera, Stefan. Het brein. Achter het de brein. Ja. Absoluut. En jij bent de presentator? Ik ben voor zang en dans. Ja, daar ben ik ook van. Ja, van dansen moet ik het ook niet hebben. Ja, en ik van zingen eigenlijk niet zo. Dus dan... Nee. Ja, mooi, hè? Ja. Toch? Ja. Als jullie de volgende keer terugkomen, dan heb ik hem aan. Oké, uitgeschoven. Dan zou ik bijna weer een hond willen geven, maar dat mag weer niet, hè? Jammer. Gaat goed komen. De volgende keer geven we hem aan. De volgende keer geven we hem aan. Hey. Dank jongens.